Oké. Ik ga vandaag vloggen en ik ben al veel te laat. Zo begint mijn dag dus meestal. Vandaag ga ik eens tonen hoe een dag eruit ziet bij mij. Dan moet ik zeggen dat iedere dag wel een beetje anders is in mijn job. Maar vandaag moet ik dus bij een productiehuis werken, een Rococo. En we gaan een reclamespotje maken. We zijn op weg naar Antwerpen. Het is gezellig druk, maar er is geen file op de weg. Dat is al een goed begin van de dag. Allee, eigenlijk ben ik mijn dag slecht begonnen, want ik ben een beetje te lang in bed blijven liggen. Wat eigenlijk ook wel leuk was. Een dag in het leven van Siroop. Ik heb gisteren nog tot 2 uur zitten prutsen met Twitch en streaming toestanden. Ik denk dat het bijna gelukt is. Ik moet enkel zo nog wat de layout wat bewerken en al. Dus ja, misschien deze week kom ik nog eens live streamen. En eigenlijk de grootste reden waarom ik wil streamen is gewoon om wat meer in contact te zijn met jullie. Want daar is in de chat, kunnen we gerust chatten terwijl ik wat spelletjes speel, wat babbelen, bla bla bla. Zo'n dingen. Waar de video gisteren serieus is misgelopen is eigenlijk gewoon bij het feit dat ik dacht dat livestreamen iets simpels was. Dat dat gewoon in 1, 2, 3 klikjes klaar stond. Dat is niet zo user-friendly als gewoon een video uploaden op YouTube. YouTube. Right, ik heb al parking gevonden in Antwerpen, wat al een succes is. Momenteel loopt de dag vrij vlotjes. Ik denk alleen dat ik 5 minuten te laat ben ofzo. Maar we zijn er bijna hoor. Trouwens, een skateboard in uw auto hebben is altijd handig. Dan kun je gemakkelijk zo een beetje verder parkeren. Hey Marin. Welkom in de montagecel van Rococo. Hier ga ik heel de dag zitten en een reclamespotje monteren. Ik weet niet of dat ik eigenlijk al iets mag laten zien aan jullie, maar hier komt een heel kort stuk. Maar heel kort, goed opletten. Het is een filmpje met 3 mannen waar vrouwen spontaan wild van worden die constant in hun ondergoed rondlopen. En ik zit er heel de dag op te kijken. Maar het is wel een tof spotje. Als het af is, kun je het zien op de website van Rococo. En Rococo schrijft dus zo. Rococo.be dan. Bye bye. Snel maar was. Dank u. Doei. De werkdag zit erop. Nu naar huis. Mijn batterij is bijna plat, dus even vlug naar huis. Ik heb ondertussen ook eten gekocht voor vanavond. Bloemkool met worst en patatjes. Dag Poet. Hallo. Hoi Pietje. Kom, we gaan frisbeen. Gaan we de wereld veroveren? Gaan we de wereld veroveren? Kom, we gaan de wereld veroveren. Ik ga jullie iets tonen. Kijk. Deze 2 borden vind ik toch verdacht toevallig dat die bij elkaar staan. Ja, ja. Gisteren ben ik een raar beest tegengekomen. En ik heb het vandaag teruggevonden. Dat Pokémon-spel begint er altijd maar realistischer uit te zien, zeg. Zo'n echte Krabby vinden. Kom! Wifi is nog altijd vlugger dan mij. Down. Rug. Flinker. Low five. High five. Ja, flinke high five. Voilà, nu kan ik aan de montage beginnen. Het is 9 uur 's avonds. Dit was een dag in het leven van Siroop. Love you, bye bye. Voor de mensen die een goed ritme zoeken om op te wandelen, Gimme 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 van ABBA is het beste liedje om op te wandelen. Kijk maar.